Hoeveel haren verlies je per dag? Groeit je haar sneller als het geknipt is? Gaan haren een leven lang mee? Hi, welkom en leuk dat je kijkt naar een nieuwe haarvideo van Dazzling Beauty. In deze video heb ik een korte haar Q&A voor je. Ik ga 3 haarvragen voor je beantwoorden. Hoeveel haren verlies je per dag? Je verliest per dag ongeveer 100 haren. Dat is een gemiddelde. De een verliest iets minder haren, de ander misschien iets meer. Maar dit is heel normaal. Groeit je haar sneller als het geknipt is? Nee, je haar groeit niet sneller als het geknipt is. De haargroei gebeurt vanuit de haarwortel, niet vanuit de haarpunt. Dus als jij een puntje van je haar afknipt, dan gaat het vanuit je hoofdhuid niet ineens sneller groeien. Je haar ziet er wel een stuk gezonder uit. Dus dat is vaak het punt dat mensen denken dat het dan weer langer kan gaan groeien. Het kan wel als jij je haar heel goed blijft verzorgen, dat jouw punten er altijd goed uitzien, dat jouw haar dan een langere lengte kan hebben. Maar het gaat er niet sneller van groeien. Gaan haren een leven lang mee? Nee. De volledige haarbos wordt ongeveer 10 keer in je hele leven vervangen. En dat waren ze weer voor deze Dazzling Hair Q&A. Vind je het leuk? Geef deze video wat liefde. Vergeet je niet te abonneren. En ik zie je weer in een volgende video. Be dazzled! Doeg!